Goedemiddag. Een lage drukgebied met daar rondomheen veel bewolking trok vandaag vanaf Centraal Duitsland geleidelijk richting de Oostzee. Rondom het lage drukgebied is dus een mooie krul te zien op de satelliet. En aan de westflank van het lage drukgebied stroomt vanuit het noorden koude lucht over ons land uit. Maar we zien boven de Noordzee ook veel vlekjes. Dat zijn allemaal buien. Vanochtend viel er dus eerst uit die dikke bewolking enige tijd regen. In Zuid-Limburg werd het zelfs even wit, met name in Vaals. In de middag vielen enkele buien, daarbij kwam ook winterse neerslag voor en ook een klap onweer is niet uit te sluiten. Dat zien we hier goed op de radarbeelden, zeker wanneer ik ze in beweging zet. In Zuid-Limburg, dus eerst enige tijd regen, daar ook wat sneeuw, nu nog met name over de oostelijke helft van het land enige tijd regen. Maar boven de Noordzee liggen dus de winterse buien alweer klaar en daarmee krijgen we vanavond, vannacht en ook deels morgen nog te maken. Dat zien we goed op deze modelanimatie. Daarin zien we dat de, neerslag, de meeste neerslag naar het oosten verdwijnt. maar vanaf de Noordzee buien het land optrekken. Daarna trekt een hele venijnige randstoring vanaf West-Frankrijk richting de Vogese. om daarna vervolgens. Al noordwaarts richting de Duitse bochtenkoersen. Dat lage drukgebied dat vult onderweg wat op, neemt wat in intensiteit af. Maar we zien het al rond dat lage drukgebied. Veel roze kleuren in de neerslag. En dat betekent dat we uiteindelijk woensdag mogelijk met langdurige sneeuwval te maken kunnen krijgen. Vanavond is het wisselend bewolkt. De temperatuur die daalt vrij snel. Met name in het binnenland kan het later op de avond met name aan de grond afriezen. En mogelijk op enkele plaatsen op neushoogte ook. Vanaf de Noordzee trekken buien het land op. Met name in de kustprovincies kunnen vanavond die buien vallen. Boven land zullen ze uiteindelijk uitdoven. En daarbij waait verder een meest matige noordwestenwind. Vannacht neemt de wind wat in kracht af. Met name landinwaarts vriest het dan licht. Op natte plaatsen kan het wegdek lokaal bevriezen. Dus morgenochtend vroeg is er lokaal kans op gladheid. Eventjes oppassen dus. In de kustprovincies blijven die buien dus mogelijk. Nu en dan ook met winterse en neerslag. Morgen dan blijft het wisselend bewolkt met verspreid over het land winterse buien. De grootste kans daarop is in het noordwesten en noorden van het land. De temperatuur loopt op naar 3 tot 5 graden en de westen tot zuidwestenwind is meestal matig, windkracht 3. Later op de dag dan neemt de bewolking toe als de storing vanuit het zuiden nadert en misschien dat laat op de avond in het zuidwesten of zuiden van het land al een beetje sneeuw kan vallen. Woensdag is het dus bewolkt en een gebied met sneeuw en natte sneeuw trekt van zuid naar noord over het land. Vrijwel heel het land krijgt ermee te maken, maar de nadruk ligt toch echt op de zuidoostelijke helft. Dus ongeveer dit gebied. De temperaturen tijdens de sneeuwval, hooguit 1 graad boven 0 voor de sneeuwval uit of in droge momenten kan het misschien 2 of 3 graden worden. Er waait een meest matige zuidwestenwind, windkracht 4. En op de plaatsen waar de sneeuwval het langste aanhoudt, of het meest intensief is, daar kan soms wel tot meer dan 5 cm vallen. Donderdag is het dan weer eerst grotendeels droog, de zon die schijnt ook zo nu en dan. Maar in de loop van de dag wordt vanuit het zuiden de bewolking opnieuw dikker als een volgende storing nadert. Die volgende storing kan ook weer eerst gepaard gaan met sneeuw. Later, waarschijnlijk overgaat in regen, omdat achter die storing wat mildere lucht ons land binnentrekt. Ook donderdag iets te koud voor de tijd van het jaar met maximaal rond 3 graden. Vrijdag zitten we in iets mildere lucht, dan wordt het weer 4 of 5 graden. Maar ook vrijdag kan er nog wat winterse neerslag vallen, met name lokaal wat winterse buien. Op grote schaal gladheid, zoals dus woensdag en mogelijk ook donderdag, dat wordt op vrijdag dan weer niet verwacht. Als we naar de pluim kijken, dan zien we dat in het weekend de temperatuur ietsjes hoger ligt dan in deze week en op lange termijn dat de onzekerheid gigantisch is. Wel is de algehele trend dat de temperatuur op lange termijn gestaag oploopt, waardoor de kans op winterweer, met name langer op langere termijn, toch vrij klein is. Perikel als sneeuw, maar ook vooral wel schaatsen, dat zien we dus de komende periode niet gebeuren. Maar tot en met komend weekend, dan krijgen we regelmatig te maken met gladheid door vorst of gladheid door winterse neerslag. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl